Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Bent u al eens in de eendenkooi in Terheide geweest? Deze is bijna altijd afgesloten voor publiek. Maar er bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van een gids een kijkje te nemen in dit unieke natuurgebied. Dit kan nog op 3 september. Het aantal deelnemers is beperkt en daarom is tijdig aanmelden vooraf verplicht. Ga daarvoor naar de website van Staatsbosbeheer. Op dinsdag 30 augustus organiseert Samen is Leuker, ofwel SIL, een fietstocht in en rond Drimmelen. De start is om 10 uur in Maden en de tocht gaat van daaruit langs diverse dorpen. In de middag staat een bezoek aan de alpaca-boerderij op het programma in Maden. Heb je zin om mee te fietsen? Geef je dan voor 26 augustus op via het mailadres sil@swodrimmelen.nl. Wil je in beweging komen? Dan is de wandelchallenge iets voor jou. Tot en met 19 september wordt er 2 keer per week gewandeld. Op maandagavond wordt het gezamenlijk gestart. De andere keer loop je zelf of met je groep. Je kunt zelf ook op een andere dag en ander tijdstip wandelen. Bij aanmelding krijg je de routes iedere week gemaild. De vertrekpunten zijn in alle kernen. De definitieve vertrekpunten worden bij aanmelding bekendgemaakt. Afstanden 1, 3 en 5 kilometer. Deelname is gratis. Aanmelden kan via wandelchallenge@gmail.com onder vermelding van je naam, dorp en afstand die je wil lopen. Je vindt de Wandelchallenge Gemeente Drimmelen ook op Facebook. In augustus vinden de eerste etappes van de Ronde van Spanje plaats in Nederland onder de naam La Vuelta Holanda. De ronde start met een ploegtijdenrit in Utrecht, dan volgt de tweede etappe van 's-Hertogenbosch naar Utrecht en de derde etappe is een race met start en finish in Breda. Tijdens deze derde etappe, op zondag 21 augustus, koersen de wielrenners door de gemeente Drimmelen, maar specifiek door Maden. Er worden dan diverse side-events georganiseerd. De verwachte doorkomst zal waarschijnlijk tussen 1 en 3 uur plaatsvinden. Als het aan VVD Drimmelen en lijst Harry Bakker ligt, krijgt de horeca in de gemeente Drimmelen toestemming om voortaan 12 keer per jaar langer geluid te mogen produceren dan gewoonlijk. Een en ander heeft alles te maken met de verruiming van de regels vorig jaar. Het college verruimde toen de regeling voor 2021. Daarbij werd aangegeven dat er begin 2022 een evaluatie zou volgen. Die evaluatie is er echter, zover beide partijen weten, nooit gekomen. Daardoor geldt de tijdelijke verruiming niet meer. Aan het college wordt daarom gevraagd alsnog de verruiming van 2021 te evalueren en, als blijkt dat er weinig problemen waren, de uitbreiding naar 12 dagen definitief in te voeren. Vanwege de te verwachte warmte zal volgens het hitteprotocol van onze afvalinzamelaar het afval de komende weken mogelijk eerder worden opgehaald. De gemeente vraagt u daarom om uw afval in de gehele maand augustus voor 6:30 aan de straat te zetten. U mag het om die reden eventueel ook de avond ervoor al aan de straat zetten. Regio de Baronie, waaronder ook Drimmelen valt, wil een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers, statushouders en spoedzoekers. Omgerekend moet de Baronie voor de groep zonder verblijfstatus al 975 opvangplekken realiseren. Daar komen de Oekraïense vluchtelingen nog bij. Het scenario in deze regio voor de korte termijn is daarom het bouwen van 1100 betaalbare woningen, waaronder ook flexwoningen, en 3 opvanglocaties met ieder 150 plaatsen. Op vrijdag 5 augustus schonk seniorenpartner De Wijngaard 6 bedden aan de hulporganisatie Humanitarian Resources International Foundation ter behoeve van Oekraïne. Het zijn 6 bedden die ouder dan 10 jaar zijn, geheel compleet en niet stuk. Het gaat om bedden die binnen de wijngaard om de 10 jaar vervangen worden. Stichting HRIF is erg blij met deze schenking. Zij brengen de bedden persoonlijk naar het oorlogsland en weten dan ook dat mensen hier echt mee geholpen zijn. Binnenkort ziet u hier bij Omroep Drimmelen meer over de overdracht. Dit was weer 42 Actueel.
Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. De vakantiegangers wensen we een fijne vakantie. Blijft u thuis, dan zien we u graag weer volgende week. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen?